Leeft nog. Je hebt hele hoge koorts. Welkom bij Belegen Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk schietspel. Laten we maar eens beginnen. Oh, en we zitten weer terug op dat hotel. Met een huisje. Maar ze zit al uit te staren. Het regent, hè. Je voelt het ook. Die deur staat open. Ze gaat er binnen kijken. Wat zou daar te zien zijn? Ah, dat is appetant. Die ligt op de grond. Oh mijn god. Ja, dat dacht ik ook. Dat is met dat glas ter strek. Allee, de vorige week. Leeft hij nog? Come on. Oh mijn, die is zwaar. Come on. Recht. Doe ze me geen zeer. Precies had hem de juiste antwoord. Ik denk dat hem nog leeft. L1. Dat is deze. Kom maar. Recht. Ah, hij gaat op het bed liggen. Amai, dat is echt zwaar. Minder eten zou ik zeggen. Maar hij is al zo dun. Als hij nou nog minder eet. Maar die broek. Is helemaal kapot. Ethan? Ethan, kun je me horen? Ik hoop dat je me hoort. Maar ik denk het niet. Oké, rustig blijven. Ik moet toch iets voor hem kunnen doen? Wat? Die staat zo te bubberen op haar benen. Hoe kan iemand zo toegetakeld raken? Dat vraag ik me ook af. Allee, ik weet het wel, maar zij niet. Allee, wij weten het wel, maar zij niet. We gaan eerst zien dat hij nog leeft. Dat hij koorts heeft. Oh, hij leeft nog. Hij heeft hele hoge koorts. En wat is dit? Die gaat hem uitkleden. Ik moet je kleren echt uitdoen om die wonden te desinfecteren. Wat doen? Doe jij ook je kleren dan uit? Dat is touwe kiet. Dan is het leuker voor mij om het te zien. En nu? Je armen zien er echt niet goed uit. Nee, met dat glas. Ik zal ze moeten desinfecteren. Dan moeten we naar de badkamer. Medicijnen. Ik moet eerst de hulp verlenen. Ik vind vast al wat in het medicijnkastje. Die in de badkamer staat. Item. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo toegetakeld is. Wat is er gebeurd? Dat vraag ik me ook af. Oké, kalm blijven is het belangrijkste. Ik kan vast wat eerste hulp bieden. Als je er verstand op hebt, wel ja. Als je er geen verstand van hebt. Ik moet eerst de hulp verlenen. Ik vind vast al wat in het medicijnkastje. Dan zou dat niks kunnen doen, denk ik. Als je daar geen verstand van hebt, dan blijft het er toch vanaf, ze. Dat zou ik niet denken, maar dan smaakt het misschien meer hier. Het voelt erg warm. Hij heeft koorts. Behandeling. Oké, kalm blijven is het belangrijkste. Ik kan vast wat eerste hulp bieden. Oh, ze zit zo. Badkamer. Kastje, oh, dat staat al. Open het kastje. Maar die pakt me al zo rot. Ik ben geen dokter, maar ik doe mijn best. Een fixaal doet de rest. God doet de rest. Defecteermiddel. Ik ga wel pikken, denk ik.
Vul op de tanden beter. Spiet er geen tanden meer. We kunnen altijd een gebit gaan halen, hè. Maar ja, dat is ook niet zo goed. Een gebit. Spiet. Toch niet. Je wonden zijn gedesinfecteerd. Die begint te lief te raken, denk ik. Medicijnen. Nee, toch niet. Jawel, kom, medicijn. Hup. Ze wil niet. Zalf dan. Precies, uierzalf. Dat gaat ze terug aan de wand doen. Wat kan ik? Stuntel, ik smeer brandwonden zelf op je snijwonden. Brandwonden zelf op de snijwonden. Ja, dat kan pikken. Verband dan. Ups, verkeerd. Zegt ook, ik heb daar geen verstand van. Ik zeg hier een dokter. Spijtig genoeg. Dokter Joris. Klinkt wel, hè? Maar alleen bij de vrouwen dan, hè? Bij die schoon blonde vrouwen zo. Njam, njam, njam. Dat is maar een grapje, hè. Hij is bewusteloos. Nu kan ik alleen maar hopen dat hij weer wakker wordt. Dat hoop ik ook. Allee, voor u dan toch. Dat blijft ze daarop zien, zeker. Zou hij wakker worden? Maar ze blijft echt zitten nog. Blijf echt op wacht. Niet in slaap vallen. Ik denk dat hij wakker is. Maar dat is lang wachten. Ja, dat is wakker. Denk ik. Toch wel. Hoe voel je je? Je moet op blijven liggen. Niet echt super. Ben ik lang weg geweest? Bijna 3 uur. En mij is lang. Waarom deze moeder Teresa act? Je kent me niet eens. Geen kus. Wat is dat? Wat was het ander? Ja, wat had je dan gewild dat ik deed? Ik kon je toch niet zo laten liggen? Je zei dat je hier bent omdat je aan slapeloosheid leidt. Liegen, dat is waarheid. Dat is een waarheid, hè? Ik, weet je, ik heb een behoorlijke rottijd gehad de afgelopen maanden. Van die momenten die je liever zou vergeten. Ik probeer ermee te leven, maar, dit is niet makkelijk. Gevaar? Volgens mij leid jij een gevaarlijk leven. Het is niet mijn eigen keuze. Sorry. Verontschuldigingen. Luister, ik ben je echt dankbaar voor je hulp. Maar voor je eigen bestwil is het beter als je geen vragen stelt. Helpen? Misschien kan ik je helpen. Niemand kan me helpen. Je hebt al veel geholpen. Juist. Dan ga ik maar. Pas je op? Altijd. Dat ging nog wel goed. Oké.
De doos. We gaan nummer 3 pakken. Een kikker. Ben jij bereid of over te brengen om je zoon te redden? 911 Babelstraat. Babelstraat of wat was dat nu? Je hebt een bonus, nieuwe bonus vrijgespeeld. Oké, maar de rest. Wacht een minuutje. Ik zit hier in de puree. Oké. Oké. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En tot in de volgende schiet of horror game. Daag.